Mijn vader zei, je kunt de bakkerij wel overnemen, maar je betaalt er gewoon voor. En dat vond ik wel zo reëel. Je staat dan als jongen van 28 met een plan van een paar miljoen bij je bank. Alleen. Want je vader is er opeens niet meer. Je hebt dan niemand op wie je kunt terugvallen, alleen jezelf. Dus je zoekt naar mensen die je serieus nemen. Want je staat voor meer dan alleen een overname. Ja, je moet groeien. En dan kan je wel wat hulp gebruiken. Ja, als dat allemaal lukt, dan is dat fantastisch. Trots? Ja. Ik denk wel dat hij trots is, ja.